21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in ons land. In Woerden doen, voor zover nu bekend, negen partijen mee. Drie daarvan zijn lokale partijen. De komende tijd praten we met de lijsttrekkers van de partijen die meedoen. Vandaag is dat Hendry van Assem van Inwonersbelangen. Hendry van Assem, lijsttrekker voor Inwonersbelangen. En net gekozen door jullie fractie. Ja, door de leden. Er is een ledenvergadering die uiteindelijk de ledenlijst vaststelt. En daarvoor is er een commissie van wijze mensen die kijkt naar die kandidatenlijst, een soort groslijst. En die komt met een voorstel naar het bestuur en het bestuur leidt dat dan weer door naar de ledenvergadering. Zo is de procedure. Mooi, van harte. Dankjewel. Zou jij in één minuut jouw profiel willen geven? Nou, ik ben Hendrik van Assem, getrouwd, uh, wonend in uh, Woerden op de Singelplein. Uh, ik heb uh, twee kinderen, twee zoons. Eén woont er in Zeist en één woont er hier in Woerden op het Defensie-eiland. Ik werk bij een plaatselijk aannemersbedrijf en daar zit ik in de service en onderhoud. En ik ben inmiddels uh, 24 jaar raadslid en voor de vijfde keer dan de lijsttrekker. Bij de Nestor? Ja, daar ben ik ook. Ik ben de Nestor van de Raad. En uh, ja, dat is op zich wel een leuke functie om dat erbij te doen. Uh, want dan kom je allerlei uh, gremia zeg maar, waarin je af en toe een woordje kan spreken. En dat is wel heel leuk om, uh, om te doen. Ja. Wat zijn jouw uitgangspunten in jouw politieke leven? Nou, mijn uitgangspunt is dat, dat wij als politiek, we zijn volksvertegenwoordigers. Dat betekent dat we erg veel de straat op moeten om te horen wat er bij de inwoners leeft en proberen dat naar de politiek te uh, vertalen. Dat is wel echt mijn levensstijl. En dat doe ik ook elke dag. Ik zit elke dag bij mensen thuis. Ik hoor wat er leeft en je kan heel direct uh, dat vertalen naar de politiek toe. En uh, ja, sommigen zijn er wel eens erg uh, jaloers op. Dat, uh, van hoe weet hij dat nou weer? Uh, ja, en dat is wel, ja, ik noem het maar de benen in de klei. Tussen de mensen, ja. Je doet het al zo lang en allemaal naast je werk. Wat is jouw drive? Nou, maar Drijf is toch wel een, een beter functionerende gemeente. Uh, waarin uh, goed beleid gemaakt wordt, waarin uh, inwoners zich ook uh, kunnen herkennen. Uh, maar dat is nog wel een, een, een ding. Dat betekent dat je betrokken uh, dagelijks bestuurders uh, moet hebben. Uh, dat betekent dat je betrokken ambtenaren moet hebben. Uh, en dat betekent dat je ook een betrokken uh, gemeenschap uh, moet hebben. Nou, de laatste bekeert het niet aan. Uh, steeds meer uh, komen bewoners uh, zeg maar naar ons toe om te zeggen van hoe ze erover denken. Maar als het gaat over de bestuurders uh, is er nog wel een uh, ding te doen. Want ja, een van onze punten is toch dat je uh, als het gaat om de wethouders, dat je moet zorgen dat ze uit Woerden zelf komen. Dat ze de verenigingen kennen, dat ze de wijken kennen, dat ze de stad kennen. Uh, en dat ze van daaruit ook kunnen handelen. En ja, dat bestuur op, op afstand, hè, zoals wij dat noemen, uh, dat zou eigenlijk niet moeten. Heb jij een politicus, landelijk of provinciaal of in de gemeente, die jou ten voorbeeld is? Ja, ik, nou voor oorsprong kom ik uit Harmoor. En daar was een vvd VVD'er en dat was een, uh, een, VVD, VVD dat was een, uh, een bakker. Uh, Kees het heette die. En uh, Kees zat ook elke dag op de weg. En die zat tussen de klanten in waar hij zijn brood aan verkocht. En daar hoorde hij ook elke dag uh, zeg maar, van de problemen die er in een wijk of in een straat uh, of in het dorp uh, leefden. En hij kon dat ook heel direct vertalen. Dus ik, voor Kees was voor mij een, echt een voorbeeld. hoe je uh, tussen de mensen, in de mensen moet, uh, moet staan. Uh, om te zorgen dat, uh, dat er goed beleid gevoerd wordt. Als jij nou. Het budget zou krijgen wat je dan zou willen als jouw grootste prioriteit ten uitvoer moet worden gebracht. Wat is dat dan? Ja, de meest voor de hand liggende zou de, 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 de brug en de westelijke randweg zijn. Uh, maar ja, er is nog een belangrijk punt en dat is de buurtveiligheid, waar we heel erg een item van maken. Maar als ik nu het, het, het belangrijkste punt zou noemen, is toch wel uh, wonen. Uh, Want dat wordt wel echt nijpend uh, in woorden. De laatste jaren is er echt stilstand geweest. En er is echt behoefte aan huur- uh, en koopwoningen. Uh, voor starters en voor senioren. Ik weet dat alles belangrijk is voor een politicus. Maar wat is jouw laagste prioriteit? Mijn laagste prioriteit? Goh, dat is. Weet je dat ik daar eigenlijk nog nooit over gedacht heb? Want ja, je hebt gelijk. Uh, alle prioriteiten die, uh, die zou je eigenlijk bovenaan de lijst uh, willen zetten. De laagste prioriteit is uh, salarisverhogingen bijvoorbeeld. Ik vind dat er, uh, kijkend naar salarisniveau uh, van wethouders, maar ook van ambtenaren, dat dat, dat, uh, dat wordt ook landelijk geregeld. En uh, als je kijkt, uh, en dat is dan niet op gemeentelijk niveau, maar op bijvoorbeeld de zorginstellingen. Als je kijkt naar de bonussen die uh, uitgereikt worden, zou ik zeggen van jongens, dat moet nu eindelijk een keer stoppen. Uh, dat soort geld hoort gewoon binnen de gemeenschap gebruikt worden om... Bijvoorbeeld maar weer een goede zorg te verlenen. Het kan niet zijn dat je mensen in een uh, verzorgingshuis uh, lang op bed laat liggen. Uh, in plaats van uh, ze op te pakken, uh, in een stoel te zetten of op een fiets. En dan is een rondje met ze te gaan buiten, buiten het, uh, uh, de woning zelf of de instelling. En je ziet steeds meer dat dat een probleem wordt. Dankjewel, je Henry van Assen. Alsjeblieft.